En DJ Khaled. Hoe kwamen jullie bij another one? DJ Khaled. We the best. We the... Exact hoe dat is. Ja. Social gewoon, media. Ja, je zegt gewoon dag tegen Will Smith en het is alsof je hem vorige week hebt gezien. Hey Will, het is pas wanneer hij weggaat, dat je dan niet zegt... Oh shit, dat was Will Smith. Marcus, somebody is trying to kill me. Who wants to kill you? I don't trust a person that don't want to kill him. Hell, put my name up there. Thanks a lot. We got it, Marcus. We appreciate it. Ik ben trots op jullie, man. Laten we beginnen. Gewoon leef je grootste droom. Jullie doen dat. Yeah. Gefeliciteerd, man. Deze film, ik heb hem afgelopen vrijdag gezien. Die beelden, die shots, die weet je, die inzooming en die acties. Maar laten we beginnen bij het begin. De eerste keer dat je de telefoon krijgt om deze film te maken. Wat zeg je? Behalve... Wah! Weet je? Wat, hoe gaat zoiets? Wie belt wie? Hoe gaat dat? Wel, het is dat we hadden Black gemaakt een paar jaar geleden. Ja. En daardoor hadden we een meeting gekregen met Jerry Bruckheimer. Want die was een grote fan van de film. En dat is het eerste ding dat we vroegen. Dat was, we willen Bad Boys 3 doen. En dat ging niet omdat er Joe Carnahan, een andere regisseur, ging de film maken. Dus dat is 2015. En Will Smith, die was ook een grote fan van Black. Dus die wou ook met ons meewerken voor een project. Dan, Joe Carnahan stapt weg van het project, 2017. Dan bellen ze ons ineens, wil jullie Bad Boys for Life doen? En wij dan, oh yes, shit! Ja. En dan zeggen ze, ben je beschikbaar in 3 weken? En in 3 weken gingen we Patser draaien. Oh! Dan, ja, dus we waren daarvan... Nee. Dus, dat was de moeilijkste nee in mijn leven. Ja, want ik zou denken... Maar Nee, we konden Patser niet. Iedereen was klaar. En in plaats van in de zomer met Will Smith te chillen, hebben we met Ali B gechilled. Ja. Dus dat is ook leuk. Maar dat was de moeilijkste nee ooit. Ja. Ja. Maar waren jullie ergens bang dat ze niet meer terug zouden bellen en oh, zeggen ja, van... Oh ja, dat is gedaan. Hè. De film, er is een andere regisseur erop gezet. Het was voorbij. Hè. Maar dan... ging Will Smith Aladdin doen. En dan die regisseur van die ze hadden ingehuurd, die wou niet wachten. Dus die is weggegaan. Dus dan hebben ze ons teruggebeld. En wij waren Patser aan het monteren. En dan zeg ik, Bad Boys for Life. Ja, maar dat is God, man. Dat is Allah, man. Dat is power, man. Ik geloof dat dat de destiny is, zeg maar. Dus, weet je? Ja, ja. Want jullie met John Singleton hebben jullie eerst Snowfall. Wat betekent John Singleton voor jullie? Want dat was jullie eerste echte Hollywood project. Ja. Wat betekent hij voor jullie? Well, voor ons, dat waren twee films die ons hadden beïnvloed. One was Do the Right Thing van Spike Lee. En de andere was Boys in the Hood van John Singleton. En Boys in the Hood, dat was... Ja, dat was we wilden zo'n film maken ooit. En dan maken we Black. Ja, en Black heeft kei veel elementen van Boys in the Hood. Dus, en eigenlijk doorheen ons werk, Boys in the Hood is gewoon een monumentale film. Heeft En dan ineens, in 2016, kregen we dan een telefoon. Zo van, hey, willen jullie een serie doen van John Singleton? En we zo, wow, dat is zo full circle. Snap je? Omdat het is Boys in the Hood dat ons geïnspireerd voor Black. En dan vraagt John Singleton om de serie, een beetje de serie van Boys in the Hood te doen. Een soort full circle of zo. Dat was gewoon een heel grote eer om dan de piloot te maken van zijn serie, die zich afspeelt in zijn wijk in South Central LA. En dat was onze eerste Hollywood-project. Dus, maar dan kom je op een gegeven moment nog een keer in Hollywood met The Powers That Be. Kom je weer zeg maar, op die plek met Will Smith, Martin Lawrence. De eerste keer dat jullie hun ontmoeten. Ja. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Weer wat ik net zei? Waah! Of denk je, hey man, Will, I'm a big fan. Hoe? Want het is wel een jongensdroom. Het is een droom die je hebt als maker. Hoe? Neem ons even mee. Vanaf Will Smith de camera binnenkomt, hij zit u direct op je gemak. Ja. Je hebt het gevoel, oh, ik ken u. Ja, ik ken u. Ah, hij is exact hoe dat hij is in social media. Ja, je zegt gewoon dag tegen Will Smith en het is alsof je hem vorige week hebt gezien. Hey Will, het is pas wanneer hij weggaat, dat je dan niet zegt, oh shit, dat was Will Smith. Ook tijdens het maken van de film, er zijn bepaalde momenten geweest, wanneer even stil is, dat je zegt, oh, dat is Will Smith en Martin Lawrence. Wat is op en zo'n moment? En dan terug naar de job gaan. Dat is zo'n moment waarbij je bijvoorbeeld een actiescène aan het draaien. En het is even, de acteurs zijn aan het wachten tot je actie zegt. En dan ineens zit je gewoon, putain, we gaan actie zeggen. Het is Will Smith en Martin Lawrence. En in 3 seconden gaat er pyrotechnisch zijn en gaan ze schieten en zo. En gaan de Bad Boys regisseren en gaan de Bad Boys zien op je klein scherm. En wij zijn degene die actie moeten zeggen. Ik vond het zo mooi, want ik zat zeg maar die film te kijken en ik zie jullie naam zo. En toen dacht ik, wat? Weet je wat het is? Kijk, ik ben iemand, zeg maar, ook als radio-dj probeer ik altijd mensen te inspireren. En zeg altijd van, leef je grootste droom. Yeah. En geloof erin, weet je. En soms denk ik, guys, het gaat nooit gebeuren. Maar hier zijn 2 guys uit België, Marokkaanse roots. En die taken it over, weet je. Wat kan je zeggen of wat wil je zeggen tegen
jonge kids die ook zo'n droom hebben, weet je? Van wat moeten ze voelen? Wat moeten ze doen om die droom zo te leven? Well, ik denk, voor ons dat was gewoon... Weet je, de lat was heel hoog, hè? Want, en we wilden gewoon voor... Zoals een voetballer, je wilt de WK winnen. Ja. Dat is je droom. Ja. Het is niet per se dat je daar gaat geraken, maar dat is wel... Daarom is dat een droom, snap je? En je moet proberen ervoor te gaan. Ook al als het niet lukt en ook al valt je op je smoel, toch proberen terug op te staan en ervoor te gaan. Maar je moet gewoon bereid zijn om veel op je smoel te vallen. Ja. Je moet veel maken, je moet fouten maken. Dat is het ding. Door fouten te maken leert je. Ja. We hebben heel veel kakfilms gemaakt. Ja? Die wij niet kennen. Stiekem zitten. Niemand heeft op YouTube zullen we een paar linkjes zien. Maar wij zijn ervaring ook, is echt... We zijn ook geen aliens. Hè. Dus voor ons was het ook raar om onze namen daar te zien. En we zijn daar en zeggen, maar dat klopt niet. Dat is... Soms bij de première van L.A. Ik had het gevoel dat ik totaal out of place was. Ja, hoezo? Snoop Dogg was daar, Queen Latifah. Ja, omdat je weet, je ziet Will Smith, Martin Lawrence, Bruckheimer, ja, en dan Snoop Dogg en Queen Latifah en zo. Die gaan jullie ook bellen voor dingen binnenkort, ja, hoor. Ja, en let's do a song, let's do a video, Maar dan hebben jullie ook DJ Khaled en Nicky Jam. Ik had Nicky Jam volgens mij... 3 maanden geleden was hij in Nederland om liedjes op te nemen. Inderdaad. En toen ging ik gelijk naar hem toe en zei ik van, hij was helemaal enthousiast over deze film. Hoe was het om met Nicky Jam te werken? Dat is top, dat is echt zo direct een broeder. Ja, hij is heel suave ook. Ja. Heel rustig, heel chill. Hij zei tegen mij zo, you're young, you're the coolest director I've ever met. Hij heeft het niet tegen mij gezegd. Tegen mij heeft hij dat wel gezegd. Hij zei het to me. Hij heeft dat tegen mij gezegd. Maar het is gewoon, want we zijn ongeveer dezelfde leeftijd. Ik denk dezelfde generatie en daarom klikte dat wel zo goed. Maar hoe kozen jullie dan voor hem? Want hij heeft ook een song gemaakt voor de movie. Hij was een van de eerste castings. We hadden dat gezien en hij speelde dat zo goed. Ik was verrast door zijn acteerprestatie. Voor ons was dat gewoon... Je hebt heel veel acteurs die audities doen en hij paste eigenlijk perfect bij die rol. Maar het is ook heel belangrijk dat we die authenticiteit, die Latino... Ja. En hij heeft dat, hij begrijpt dat. Dus, dat was enorm belangrijk voor ons. En DJ Khaled. Hoe kwamen jullie bij? Another one. DJ Khaled. We the best. We the best. We the best. Hoe gaat zo'n kast? Weet je dat gebeurd is? Dat is eigenlijk op social media, op Instagram. Yeah. We hadden net het project gekregen, we hadden net Bad Boys. En we zien de Instagram van DJ Khaled en die is Bad Boys aan het checken. En zei, I want to be in Bad Boys 3. I want to be in Bad Boys 3. Oké, dan gaan we hem contacteren. En dan waren we dan bij hem thuis, samen met de producent Jerry Bruckheimer. Ja. En die wou de muziek doen en die wou ook acteren. Ja. En dan hebben we zo'n rol geschreven, specifiek voor hem. Oh, wauw. Ja, ja. En als we konden, de film duurt al 2 uur, maar we hadden echt... Ja, we vinden zijn personage echt super cool. Dus hij is echt grappig. Die is kapot lachen. En dan hebben we hem ook de hele Bad Boys album gemaakt. Dus een heel intense samenwerking. DJ Khaled is gelijk... Dat is onze bro. Dat is onze bro. Super nice. Die soundtrack ook gecheckt, ook in mijn show. Die Meek Mill track met Farouk gebruikt. Ja, Meek Mill. Het Arabische sample. Dat is niet al goed. Dat was de openingsleaken voor ons in Bad Boys. Ja. Maar hoe vet is dit? Zeg maar, dan heb je een Bad Boys film, Bad Boys for Life. Heel veel succes, ook nu al. Ik zag vanochtend al dat in Amerika gewoon de box office rinkelt en kinkelt. Dus jullie zijn safe. Voor de eerste keer is er minder stress. Ik heb 2 jaar in stress geleefd. Ja. Dus dit is echt een ongelooflijk gevoel, man. Ongelooflijk vet. Nou, ik wens jullie heel veel succes. En up to the next one. En als de geruchten kloppen, de andere films met Eddie Murphy. Ja, een paar keer ontmoet. Yeah. Hey, snap je? Legendary. He's the godfather, he's the don. He is the god, he's the don. Andy! Guys, all right, thank you, bro. Thank you, bro. Love you, man. Thank you. Heel veel succes, man. Thank you, bro. That's what I like, teamwork. I'm the definition of Rando Leaks Podcast. Real Talk.